what Spotty gotta do? What? Hallo dames en heren, welkom weer bij de allernieuwste en eerste vierdaagse vlog. Vandaag gaan we naar Nijmegen toe, naar de wedren. En daar gaan we ons bandje halen voor de vierdaagse. En ja, er is een speciale gast, wat we vorig jaar ook hebben gezegd. En ja, hij zit hier hoor, dames en heren. Hij is hier, Erik van Schanken. We zijn er. Hij gaat hem ook lopen. En hij gaat niet de 40 lopen, maar de 50. En ik heb er echt respect voor dat hij dat gaat doen. En dan dit jaar hebben we ook weer zoals gewoonlijk. Ja, we zijn er weer bij. En ook, we hebben Jordi. Maar Jordi, die is helaas uitgeloot. Dat vinden wij heel erg jammer, want anders was hij samen met Erik gaan lopen. En dat gebeurt nu niet. Maar Jordi, die gaat ons wel verzorgen. Samen met mijn zus. Mijn moeder, die kan helaas niet. Want die heeft een gebroken voet. En natuurlijk ook mijn vriendin Esther. Die zal ook gaan verzorgen. Dus het zal helemaal goed komen dit jaar. En aan verzorging komen we niet tekort. Ja, dames en heren, we zijn aangekomen in Nijmegen. Het is lekker weer. Wolkje, een beetje. Hey, Erik. Ja. Maar goed. Goede temperatuur. Ja. Wordt het beentje alvast warm? Ja. Dus, nee. Gaan nu even inschrijven. Even een polsbandje halen. En dan komt het helemaal goed. Ja, en trouwens, morgen heel erg vroeg. Maar goed, daar vertel ik jullie straks nog wel meer over. We zijn nu op de wedren en daar verzamelen we alle lopers. En dan gaan we straks ook ons bandje halen hier. En hier is het echt zo druk, hier verzamelen we alle lopers. Ja, mooi gezicht om te zien. We zijn er dus klaar voor. Ja. Hoe lang moet je starten morgen? Oké, kijk. Denken jullie dat Erik hem gaat uitlopen? Doe een duimpje voor ja en doe een boospoppetje voor nee. En wat krijgt de winnaar? De winnaar die krijgt een gladion. Een gladion? Ja. Oké, okay, vind ik hem mooi. Ja. Hou we erin, ja? Is goed. Okay. We zijn vandaag bij een hele speciale gast. We zijn vandaag bij de... Ja, Vierdaagse kenner. Ja, en onze Vierdaagse kenner, dat is onze allerlieve oma. Hè, oma? Ja hoor. Ja, u bent de Vierdaagse kenner. Ja. En oma? Hoe vaak is u al gelopen? 10 keer. 10 keer? Ja. U heeft hem 10 keer uitgelopen. Ja, een dus gouden gouden kruis? Ja. En nu een gouden kruis. Een gouden kruis. En heeft u nog een gouden tip voor ons? Ja, je linkerbeen voor. Ja. En dan je rechter. Ja, oké. En dan gewoon gaan. En dan gaan. En dan gaan, okay. Ja. Okay. Nou, bedankt. Nou, dank u wel. Voetje voor voetje. Voetje voor voetje. Toch wel, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben uiteindelijk toch het gouden kruis gevonden. Onze oma heeft hem in de handen. Kijk. Is. Bent u er nog trots op? Ja, heel erg trots. Heel erg trots. Mag ik hem even vasthouden of vindt u dat? Tuurlijk, jij mag hem vasthouden. Kijk, dames en heren, dit is het gouden kruis. Als je het hier eet. Ik vind hem echt heel mooi. Nee, kijk eens. En ook een mooie foto. Dat Johnny aan het lopen is. Hier loopt ze. Vooraan, goede pas. Linker beetje voor. Daarna de rechter. Hé, jammer. Straks laat ik mijn voeten intapen door mijn moeder. Erik zijn voeten ook. En ook mijn vader zijn voeten. Zodat we morgen top, fris en fruitig aan de start kunnen staan. En bedankt voor het kijken en doe een blauw duimpje omhoog.
tot morgen. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog en abonneer natuurlijk op ons kanaal.